Gaia voor de 22e keer organiseren de varkensscholen en peuterspeelzaal het onderdurken dit evenement. Speciaal voor dit schilderij hier naar Barchem gekomen? Nee hoor, ik loop alle rommelmarkten af. Ik vind dat gewoon heel erg leuk. Je komt van allerlei verrassende dingen tegen. Praktische dingen en ook hele leuke dingen. Maar ja, waar ik voor kwam, dat was een greep. En die heb ik dus niet gevonden. Die hebben ze niet meer. Daar liep al een vrouw mee weg. Maar de volgende weer. Vanochtend om 9 uur stonden geloof ik al de eerste, hè? Ja, om 9 uur waren we nog niet eens klaar met de kassa's voor de entreeprijzen. Er stonden de eerste mensen al mooi te kijken voor de ingang. We hebben ze dus gratis toegang beloofd. En we hebben ze meteen ook maar een stopwatch meegegeven. Zodat ze weten dat ze nog, op dat moment wisten, dat ze nog 2 uur moesten wachten voordat de markt echt open ging. Wat zijn nu je ervaringen? Loopt het een beetje? Goede verkoop? Wij zijn verbaasd dat er toch zoveel mensen met het mooie weer naar Barchem zijn gekomen. Het is niet alleen een gezellige drukte, maar volgens mij worden er op dit moment ook goede zaken gedaan. Er wordt er veel meegenomen en dat prijst ons gelukkig in elk geval als het gaat om de rommelmarkt in Barchem.